Drie minutes gaat tweemaal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. 3 minutes, 25 augustus 2021. Dit is het bulletin van woensdag. Daily Minutes, 25 augustus 2021. Dit is het bulletin van woensdag. Ik ben niet erg bij stem, maar ik doe er eentje in het Nederlands. Omdat het gewoon zo voelt alsof ik hem in het Nederlands moet doen. maar het wordt vast geen lange, want heel veel tijd is er niet. Ik heb ook nog wat data, want in de DX headlines daar zit data. Een paar minuten. Dus houd de boel stand-by. Het is SSTV tegelijkertijd met Thor. THOR22 op 500 hertz. En die loopt tegelijkertijd met het SSTV-plaatje. En niet verder vertellen, want ik vertel het aan de radioluisteraars niet, maar er zit ook nog een streampje in op 82 hertz. En die is met Thor Micro. De smalste van Thor. Dus Thor 22 op 500 hertz, Thor Micro op 82. En een SSTV, nou ja, hetzelfde SSTV-plaatje meerdere keren. Het wordt uitgezonden op de korte golf. Er is eerst eentje van 8 seconden in de oude SSTV-standaard, zoals die vroeger was. Dan een PD50 in kleur. En dan hetzelfde plaatje nog een keer in 8 zwart en wit, 8 seconden zwart en wit. Zwart-wit heet dat. Ja, veel te vertellen heb ik niet. Ik weet dat ik vorige zomer begon om met Jurgen samen een aantal live-uitzendingen te doen. Ik mis Jurgen nog best wel vaak. Die was toch wel eigenlijk een hele grote stimulans bij de dingen die ik deed. En als ik zoals nu een beetje in het slop zit, wat een beetje zo is, dan werkte dat wel. Dan wist hij me daar wel uit te krijgen. Vaak niet eens bewust, maar dat werkte wel zo. Ja, het is niet anders. Het is ook van dat fijne weer waarbij je ook wat neerslachtig wordt. Het lijkt wel herfst. En dat al wekenlang. Dat is niet als in 1980. Ik weet niet wie er in 1980 al bij was. Maar ik denk toch wel flink wat mensen die meeluisteren. De zomer van 1980 was gewoon een zomer waarin het eigenlijk alleen maar regenweer was. Het was verschrikkelijk. We hebben een hoop lol gehad. We hadden met ik gaf bij een amateur bij mij uit later amateur bij mij uit de flat, gaf ik zendcursus. En hij en zijn XOL slaagden inderdaad. En in die zomer ja, dat was nogal een hilarische figuur, die man. En woonde in hetzelfde flatgebouw als ik. We hebben eigenlijk de hele zomer besteed aan het telkens repareren van een flipperkast die ze hadden staan in de schuur. Een oud beestje, waar voortdurend rook uitkwam. En ja, en dan had ik hem weer aan de praat en er was weer iemand anders die dacht dat hij het beter wist. En dan crashte dat ding weer. Maar goed, daar hebben we toch een hoop lol mee gehad. En ze hebben uiteindelijk dat examen ook gehaald door die cursus. Dus waar ook nog meer mensen kwamen bij mij in de flat thuis, bij die mensen. Ja, lang geleden. Maar het was wel een zomer. Ik weet nog dat ik geregeld bij me in de auto zat. En dat ik blij was dat ik niet op de fiets hoefde. Het was van dat klote weer. Dus 1980 was dat. En als ik dan toch bij het weer ben. Een Indian summer, dat is een zomer die wat lang doorzomert. Of een zomer die zelfs pas in het najaar komt. Ik weet niet meer precies het jaar, maar het was volgens mij 2005. En ik weet dat ik een week voor mijn verjaardag, en ik ben in het begin van november jarig, dus het was eind oktober, dat ik door de stad hier fietste en dat de terrassen vol zaten en dat het boven de 20 graden was. En in de lange straat bij de Kampen Binnenpoort, daar stonden bij verschillende winkels al kerstbomen buiten. Bij de deur van die witte kerstbomen die je vaak vroeg in het seizoen ziet. Maar ja,
En een paar dagen later was het nachtvorst en toen was het allemaal afgelopen. En ik heb ergens nog dat krantenartikel ervan bewaard en ik heb er ook nog een scan van. Maar ik denk vast niet dat ik die snel kan vinden om die vanavond online te zetten. Maar ja, dat was opmerkelijk. En ja, voor mij, het is me erg bijgebleven. Ik had toen net een nieuwe vriendin, dus het was allemaal heel romantisch, die wandelingen en zo. En dat was ook toevallig dat we elkaar later later in de zomer tegenkwamen. Dus dat was op zich wel leuk. Goede herinneringen. Ja. Als ik niet dagelijks inspreek, dan weet ik ook niet wanneer mijn stem het niet goed doet. Hè? Dat is wel gek eigenlijk. Ik merk dat ook pas als ik... Ik heb vanmiddag wel een telefoongesprek gevoerd. Toen ging het wel goed. Maar nu niet helemaal. En gisteren had ik wat keelpijn. Dus ja... Milde verschijnselen. Volgens mij niet hoor. Volgens mij is het... ik heb dat vaak van slapen als ik te lang slaap. Ik doe de wekker heen slapen. Dus dat is gisteren gebeurd. En dat kan nog wel een dag langer duren. Dus... weinig over de zendhobby te vertellen. Het is bizar, maar nou zijn alle zakelijke dingen wat rustiger. En nu ineens komen er allerlei administratieve dingen plotseling op me af. Waardoor het nog geen rustige dag was. Ik had eigenlijk zoiets van, nou, ik doe gewoon heel kalmpjes. Dat heb ik gisteren al een beetje gedaan. Vandaag was het echt rustig. Want vandaag maar een half uur werk. Betaald werk, wat dus echt met een deadline moest. En verder de DX-headlines. En voor de rest zou ik administratie gaan doen. En dan, ja goed, er kwamen allerlei dingen tussendoor. En toen moest er dit veranderd worden. Nieuwe regeling, zo en zo. En daar en daar. En oh, daar moet je achteraan. En nou ja, goed, nog niet rust gehad. Ik had gedacht vandaag nog wat televisie te kunnen kijken, maar meer dan 20 minuten is dat niet gelukt. En gehaast gegeten, wat ook niet de bedoeling was. Nou ja. Waar is mijn bril? Oh, hier is mijn bril. Ik heb er twee, maar ik weet dat deze net uit het reinigingsapparaat komt, dus dat is de beste. Hoewel. Nou ja, dat is kennelijk toch langer geleden. Ja. Ja, het is geen goed nieuws in die zin, maar wat je wel dit jaar heel erg ziet is dat er toch wel heel vaak amateurs bij hulpverlening aan de overheid ingezet worden. En dat er ook een beetje, nadat de afgelopen jaren diverse overheden gezegd hadden, waaronder overigens in Nederland, dat de infrastructuur zo stevig is dat die echt niet onderuit gaat van een soort van ramp. Nou ja, we hebben dat in Duitsland gezien, maar... In een groot gebied helemaal geen telefonie meer mogelijk was, geen internet en niks. En bij de watersnoodramp toen was het nog wel redelijk geregeld met de telefoonverbindingen, waar dan nog wel enige sprake van was hier in Nederland toen. Omdat alles met draden ging en eigenlijk dat toch wel enigszins aan gedacht was. Maar ja, die netwerken nu die zijn zo ultra kwetsbaar als het maar zijn kan. Hè? Maar goed... Er is al een opmerkelijk verhaal in het nieuws momenteel. Het is dat er een mevrouw in Florida, die wil in heel Florida de zendhobby laten verbieden. Nadat de verdenking was ontstaan dat er een probleem met haar insulinepomp was. Dat probleem veroorzaakt zou zijn door een zendamateur in de buurt. Dat weet je helemaal niet of dat zo is. Maar ik denk ook dat als het een goede insulinepomp is, dat die niet hoogfrequent gevoelig is. Denk ik dan hoor. En niet zodanig dat iemand een flink aantal adressen verderop toch die problemen kan veroorzaken. Laten ze de insulinepompen verbieden. Nee, dat is weer onaardig. Dat moet je niet doen. Maar ja, het is wel een beetje raar om dat nou weer zo te doen. Maar goed, dat soort incidenten vind je vaak. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel meer van gehoord daarna. Maar er was in Duitsland een gemeente, een kleine gemeente van een paar duizend mensen, die een jaar of 8 geleden besloot om het zendamateurisme in de hele gemeente te verbieden. Ik weet niet meer wat daarvan terechtgekomen is. Ik voorspelde toen dat er niet veel van terechtkwam. Maar ik heb er niet veel meer van gehoord. Dus ik denk inderdaad dat dat verhaal lege bloed is. Hè. Maar er was gewoon een burgemeester en die vond dat dat niet kon. En nou ja, die wilde dat in de gemeente verbieden. Ik denk dat je daar sowieso als amateur niet moet wonen. Hè. Zolang alle amateurs die daar zitten dan maar meteen verhuizen in zo'n geval. Maar ja, aan mijn stem is te horen dat ik gewoon ook niet heel veel nieuws heb. Dus ja, ik denk dat ik er maar stop. Misschien dat ik de column van Onno er nog achteraan zet. Dan is er in ieder geval nog iets. Hè? ja. Nee, dit is een uitzending waar ik niet bepaald... tenminste, ja, soms valt het mee. Dan luister ik hem terug. En er was laatst ook eentje die dacht ik van... Dat was die lange.
die niet de laatste, maar van vorige week ergens. En die heb ik serieus overwogen om die te publiceren. En toen ik dat gedaan had, toen vond ik hem eigenlijk best wel heel goed. Dus ik kan vanavond ook nog zo uitpakken. Maar veel te vertellen heb ik niet. Terwijl ik dacht van nou, ik wil nu echt wat in het Nederlands zeggen. Maar nee. Morgen weer in het Engels, denk ik. Of overmorgen, we zien het. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek, ON3JVB. Voor altijd de Joker van België.